kasih. Aduh, itu apelnya besar-besar. Wow, Ellen pintar. Ini jumbo ya? Jumbo. Ya, jumbo besar. Ini apelnya masih ada sisa-sisa. Apel sisa yang kita petik kemarin. Ellen pakai itu. Apa tuh? Apakah dia berhasil? Ja, dat is het vervelende. Tada. Hannah. Yeah, dapat. Besar. Besar sekali. Ja. Is die mooi? Is die goed? Ja. Yeah. Nah. Ini. Hey, berhasil. Aduh, itu apelnya besar-besar. Wow, Ellen pintar. Ini jumbo ya? Jumbo. Jumbo. Ya, jumbo besar. Tuh, besar jumbo sekali. Besar, ya. Jadi sisa atol yang kita petik kemarin. Oh. Ini mini. Mini. Dadah. Berhasil enggak dia? Jadi orang Belanda tuh kadang kekurangan ide gimana caranya kalau apel tidak sampai kita pakai seperti ini. Sebenarnya gampang dipanjat. Ye! Coba lihat. Ya! Ah, Ellen pintar. Slim. Tuh. Manis banget ini apelnya. Ada lagi. Ada dapat. Ye! Ah. Tuh masih banyak di atas. Oh, jatuh ya? Iya, lift in the gravel. Oke. Jadi nanti kita bikin rujak. Rujak wehane selama ke Ellen. Lekker lah ya, met pindah. Appelslaag. Yes. Ja, appelslaag maken. Of rujak in bahasa. Yay! Tada! Ja, maar een beetje Nederlanders eten altijd de appels gewoon op. Zo. Of ze maken appelmoes. Wij maken met alle verschillende fruit. Ja. Met pindasaus of pinda zelf. Appelsalade met pindasaus. Of we noemen rujak in bahasa. Rujak. Yes. Met beetje peper of jatuh. Die is weer weg. Ik krijg ze niet allemaal. Zo doe. Daar hebben we er weer een. En dat is een grote. Doe maar zelf daarin. Tada. Tuh besar-besar ya. Zijn wel goed, hè? Ja. Goeie team. Wij kunnen dit. Samen. Nah, jatuh ke bawah. Okay, jammer dan. Die is niet mooi. Die mag ik even blijven. Di bawah, di atas lagi. En hier zit nog één. Op. Twee. Tot. Die wil niet. Nou, dit ook al niet. Jongen. Is dat al de laatste? Nggak mau. Tidak mau, Ellen. Zo kan ik komen. Oh, dit is nog wat. Oh, dit is nog groter. Wat? Oh, ja, tuh.
tuh di bawah tuh. Ya, we kunnen gewoon plukken. Neem maar hier. Ja. Neem maar hier. Ja, ja. Niet lang genoeg. Ja. En wacht even, ja. Tada. Heb je alles? Ik heb al twee. Twee. En dit is nog een kleintje. Oh. En ik eentje. Heb je alles? Ja, heb je. En twee. Ah! Toe. Kijk, daar heb je. Jullie? Kijk, dat is wel een straat. Want het is wel eco-bio, hè? Mhm. Kijk dan. Di bawah ada yang jatuh. Banyak sekali di bawah jatuh tuh. Als niet look dan hoeft niet. Nee, maar dit is wel een die net gevallen is en die wou ik eigenlijk wel heel graag hebben. Oké. Want dia pengen sekali ambil yang jatuhnya, teman-teman. Jadi sayang kalau dia tidak ambil. Tuh, kita akan lihat berhasil apa tidak. Yeay! Ah. Pas op. Ik juichen. Weg. Kom erin, in het water. Oh ja. Ja, die is voor de beestjes. Banyak di bawah, jadi ya udah. Nah, minum apa itu? What drink, ya? Teh. Kita lagi minum-minum teh ini di sawah. Ik drink hember teh. Teh. Oke. Okay. Hember met zwarte teh. Ellen lagi minum teh. Ini tuan tanah ini sebenarnya ini. Dan ini ayam-ayamnya di sini. En ik heb het helemaal warm, want de zon schijnt en ik heb het warm. Toe, ayamnya ik heb mijn jas al uit. Muts heb ik nooit op. Is goed voor de oren, voor de kroepoek. Toe, ayam toch? Maar die ayams die lopen rond, maar ook de mannetjes ayams. Ik weet niet hoe die heet. Zo, ayam. Zeg jij maar in Bahasa ayam. Ayam jantan. Jantan. Ja, dat is jantan. En ayam betina is voor vrouwen. Oh, maar ze heten allemaal ayam. Ja. Gewoon kip. Ja, kip. Hanen hebben niet echt. Wij zeggen altijd kippen en hanen. Mm-hmm. En jullie zeggen ayam. Kip mannelijk, kip vrouwelijk. Ja. Ja, ja. Ayam jantan, ayam betina. Jadi kita bahasa Indonesia bilang aja ayam jantan, ayam betina. En bahasa Belanda is kip en hanen. Kip is vrouw. Ayam betina en hanen is voor man. Ayam laki-laki. En wij zeggen ook altijd vrouwen, mensen, vrouwen ja. Zijn net als kippen, mm-hmm. Mannen zijn net als hanen. Oh ja, ja, mannen. Tuh. Itu ladang ladang jagung begitu sudah dipanen. Jadi kita pakai topi supaya telinga kita ini terlindung dari angin-angin jahat begitu karena merah-merah begitu kayak kita punya muka-muka begini. Tuh, jadi kita di kebun. Jadi kalau musim dingin begini enak di luar begitu hirup fresh lucht. Nah, Hollandse appeltaart, hè? Hollandse appeltaart. Appel. Lekker. Makan in bahasa in Indonesia, wij alleen maar makan en Belanda alleen maar minum drinken. Nederlanders maken heel veel appeltaart. Nee, ik bedoel wij altijd makan eten. Als wij met z'n zijn alle. Alleen maar eten, nooit alleen maar drinken, maar altijd eten. Dat is waar. Jadi Indonesia tuh kalau kumpul-kumpul pasti makan. Orang Belanda tuh minum, drinken. Hmm. Nah, ini ayam nakal ini, dia mau itu. Tuh. Hey, ga weg. Dia mau ambil itu, apelnya Ellen. Ya. Tuh. Ik eet appeltaart, niet jij. Nakal. Ayam nakal. Jij moet eieren leggen. Stoute kip. Tuh, ini masih ada buahnya ini, framboza kuning apa. Jadi dia ini kuat banget ya. Ini manis daripada yang itu, yang merahnya itu. Tuh. Framboza. Ya.
gele framboze. Jadi ke sana itu masih banyak tapi dia kering-kering. Tahun depan baru kita panen lagi. Tuh ayam itu enggak mau berhenti-berhenti.